We hebben iets meer dan 10 minuten gespeeld en de voorsprong voor Rijnsburgse boys. En schijnt de zon in Rijnsburg. Hij is meer vogels, getraind door Gert Kruijs. Kubekovic, wat een beauty. Wow. Ja, 5 minuten na de voorsprong van Rijnsburg is dit een hele fraaie gelijkmaker. Kubekovic. Bicycle kick noemen ze dat, geloof ik. Kanonskogel. En het is afdoende. En dan de snelle tegenstoot. Met het gevaar. Het appel. En dat appel dat gehonoreerd wordt. Een hensbal. Dan moet dat Sandberger geweest zijn. Heel ongelukkig. Nauwelijks te zien. Maar de penalty. En dan moet het nog rust worden. Artistiek dat hakballetje op Kubekovic. Kubekovic met een gelukje. Appel voor buitenspel. Niet gehonoreerd. Jongen, jongen. En in de eerste minuut van de tweede helft is het al gelijk. Met wat geluk krijgt hij hem mee. Geeft hij hem diep op de harde met de steekpaas op Kubekovic. Alleen voor Van der Ban. En hij omspeelt hem prachtig. En IJsselmeervogel staat op 2-1 dankzij het prachtige treffer. Nou, mooie aanval. Kubekovic is de man die IJsselmeervogels op voorsprong zet. Vlak voor rust, belangrijk moment. Ja, Van der Ban die kan er niks tegen doen. Prachtige treffer. Steven Stellen doet dat aan de linkerkant. Kan daar niet vooruit bereiken. En dan is daar de terugspeelbal van Kewal. En die komt voor de voeten van Kubekovic. Hij omspeelt Van der Ban weer opnieuw. En hij schuift hem in de goal. Geen doelpunt voor IJsselmeervogels. Maar het ging wel door. Met opnieuw Kubekovic. Komt los van zijn tegenstander. En gaat hij dan weer de keeper omspelen. Doet hij niet. Raakt de paal. Geen treffer voor Kubekovic. Voorsprong. Gert Kruijs eventjes beeld met Ricky Tesselen moeten de spitsen trainen. Dan Selmo Kubekovic. Probeert die bal uit te halen. Speelt hem dan tegen de keeper op. En die ligt er dan ook raar bij. Die kronkelt. Selmo heeft het niet door. Die gaat door. Speelt de bal zelfs tegen de bijgeteld. Door al een tumult bij. Eerst Tony Tolle en later de keeper van Excelsior Maassluis. Dan Selmo Kubekovic. Aan de zijkant van het veld. En op een geweldige wijze weet hij de bal naast en langs de keeper te schieten. En Selmo die viert zijn doelpunt op een voor IJsselmeervogels unieke manier. Let u goed op wat er gaat gebeuren. Kennelijk is het hoogst haalbare bij IJsselmeervogels dat je uiteindelijk een knuffel krijgt van, ja, hij staat daar, Frans Heijnen. Het overkomt. Oppassen geblazen, Kubekovic. Oh, wat een mooi hakje. Oh, vooruit en de goal! Let op het hakje van Selmo Kubekovic. Hij bedient vooruit. De Rijnsburger, de Spakenburgse dienst. Daar is het paasje. Hoezo? Ze kunnen elkaar makkelijk vinden. Ho, 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 wat een goal zeg. Jammer voor Katwijk, dat wel. Als IJsselmeervogels balbezit krijgt, net over de middenlijn. Een goede paas van Kuipers. Opgevangen, mooi hakje. En daarna breed leggen door Verheid. En eigenlijk heeft Michael daar de hoek voor het uitzoeken. En dat doet hij dan ook keurig netjes trouwens, langs de verdediger en de keeper heen. En binnen 2 minuten staat IJsselmeervogels op een 0-1 voorsprong. Een droomstart, zou je kunnen zeggen. Hier nog een keer het hakje van Kubekovic. Ook op dit moment 0-1 voor de Vogels. Mooi zonnige zaterdagmiddag in Scheveningen. Waar de supporters genoten van de wedstrijd. Hier weer een mooi schot. Weer langs het doel heen. Waarin Scheveningen eigenlijk het spel naar zich toe trok in deze tweede helft. Is dan deze bal. Met veel gevoel gespeeld door Michael de Harder. En met misschien wel nog meer gevoel om de keeper heen gelopen door Selmo Kubekovic. En in een fase zoals ik zei waarin Scheveningen op zoek was naar de 1-1 al langer. Slaat IJsselmeervogels toe.
genadeloos Kurbekovic. En zou die weer naar Frans Heijnen gaan om te knuffelen? Nee, dit keer is het Gert Kruis. Het moet niet gekker worden. Mooie goal van Kurbekovic en zijn team. Geen doelpunt voor de Vogels. Aan de rechterkant staat iemand vrij, zo aanvallende intenties had en veel voor het doel van Capelle terecht kwam in deze eerste helft. Dit is een mooie aanval van IJsselmeervogels en een mooie goal. Nee, geen goal, toch een goal. Kurbekovic in twee keer. Eerste redding van Nick van de ploeg. En daarna uit een moeilijke hoek, maar toch knap ingeschoten. Selmo, man van 3 goals vandaag. Ja, was wel lekker. Is wel leuk. Maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Selmo had het net over de klik tussen jullie twee. Kun jij die omschrijven? Nou ja, het is natuurlijk lekker om zo'n speler om je heen te hebben die snel is en technisch. Kijk, wanneer ik word aangespeeld en ik kan hem aan hem meegeven, dan weet je dat het gewoon levensgevaarlijk is. En 9 van 10 keer een doelpunt. Dus het is gewoon lekker voetbal.